Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met twee gasten. Straks praten we met Robert van Galen. Hij beschouwt de Tielse politiek. Alle actuele perikelen komen voorbij. Nu eerst Fred Egging hier aan tafel en we gaan met jou praten over het Corso. As we speak is er van alles aan de hand, maar we gaan er gewoon vanuit dat het Corso doorgaat. Hè? Zeker, zeker. En in die hoedanigheid gaan we nu het programma met elkaar doornemen. Vertel. Wat gaan we allemaal beleven met deze aflevering van het Corso 2018? Ja, we gaan eigenlijk veel beleven, echt heel veel. De zaterdag is eigenlijk propvol. Heeft natuurlijk alles te maken met het avondcorso die erbij gekomen is. Mm-hmm. Het is eigenlijk wel het meest spannende nieuwe onderdeel van het Corso. Het middagcorso kennen we allemaal, ook fantastisch. Dat gaat allemaal prima verlopen, de tribune is bijna vol. Maar het avondcorso is nieuw voor Tielenaren en voor omgeving. En voor ons als organisatie ook. De clubs zijn ontzettend mee bezig met die verlichting. Dus het is echt wel een spannend element van dit Corso dit jaar. Ja, het wordt zoals je zegt spannend. Je kunt al een klein beetje merken aan de kaartverkoop hoe dat loopt. Hè? Hoe loopt het? Klopt. De middagtribune die loopt eigenlijk bijna vol. Uh-huh. Als daar nog 250 kaarten zijn, dan houdt het echt wel op. Ja. Het avond... En dan zitten er hoeveel in totaal? Zitten er ongeveer ruim 2000 op, zeg maar. Oh, 2100 zitten erop. We hebben natuurlijk een traditie van al die tour operators. Uh-huh. En heb je het met avondcorso natuurlijk niet. Het avondcorso... Kijk, touroperators zijn vaak wat oudere mensen, die gaan overdag reizen. En met avondcorso nieuw, dat moet echt groeien. Is daar ook op ingezet om touroperators 's avonds te laten komen? Ja. Dus zijn ze daarop geattendeerd? Klopt, jazeker. Wel geattendeerd, maar eigenlijk nog niet zo heel veel. Wel twee. Maar het avondcorso, ja, daar zitten we dan nu misschien op 400 kaarten. Dat kan dus nog wel heel veel meer. Hè? Dus, maar goed, dat weten we ook. We hebben overleggen ook heel veel met andere Corso-clubs. We hebben zo'n Corso-koepel. En dan zie je ook vaak bij andere clubs, andere organisaties moet ik zeggen, dat daar ook de kaartverkoop op gang komt als het weer een beetje goed is. Nou, en ik heb toevallig net weer online gekeken. Ik durf het bijna niet. Het komt goed. Maar het weer ziet er tot op heden vrij goed uit. Maar goed, dat Corso by Night, dat moet groeien. Dat moet groeien. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dat zal ook te maken met kwaliteit. Ik denk dat elke vereniging ontzettend zijn best doet. Maar ik denk dat over 5 jaar, hè, als het avondcorso inderdaad dan nog bestaat, dat we kunnen zeggen van ja, toen zijn we begonnen. Prachtig, mooi initiatief. Maar dat moet inderdaad dus een tijd hebben. Daar heb ik wel vertrouwen in. De andere kaartverkoop, zeg maar, voor het parcours en de tentoonstelling. Dat zijn de goedkopere kaarten, zeg maar, hè, van 5 of 10 euro. Dat komt wel los. Dat zie je inderdaad nu wel een paar honderd kaarten hebben we al verkocht in de voorverkoop. Mm-hmm. Ja, en dan ben je toch een beetje afhankelijk in die laatste periode. Het parcours wordt weer afgezet om geld te genereren. Een beetje gedoe geweest over mensen die in dat parcours woonden. Van ja, hoe kom ik daar nou in? En zonder dat ik daarover hoef te betalen. Dat is nu goed geregeld? Ja, op zich wel een goede vraag hoor. Wij hebben elk huishouden krijgt 4 polsbandjes. Soms mm-hmm. is het te veel, soms is het te weinig. Als het te weinig is, dan krijgen ze uiteraard gratis bij ons. Hè, om het, als een gezin bestaat... Even bellen naar Fred en het komt goed. Ja, als gezin 8 personen bestaan, dan krijgen ze dus die polsbandjes. We hebben eigenlijk heel weinig respons op gehad. Bijvoorbeeld een school die een opleiding had voor kinderen. Hè, die hebben maandag 15 kinderen die daar les krijgen. Nou, die krijgen uiteraard 15 kaartjes voor die maandag. Dus, jullie gaan daar soepel mee om? Ja, we gaan soepel mee om. En als ik als buitenstaander daar naartoe kom... Bijvoorbeeld, ik ga een kopje koffie drinken bij iemand. Komen we dan pas achter dat het Corso is? Hoe gaat dat dan verder? Ja, als je onverwacht komt en je wilt geen Corso zien. Nee. Hè, maar je komt dan zeg maar wel in die ring waar jij bent bij je visite. Mm-hmm. Dan heb je waarschijnlijk al aan de visite gevraagd van ik kom zaterdag. En dan kan die visite zeg maar, die kan je polsbandje verstrekken hè, als ze te veel hebben. Of ze kunnen ons altijd bellen. Dat kan hè. Je kunt ook een verjaardag hebben. Maar die verjaardag is nooit onverwachts. Dat weten we altijd van tevoren. En als we van tevoren weten, dat is ook gebeurd al, kunnen wij die kaarten verstrekken. Dus ja, het zijn allemaal van die stel dat dingen. Dat maar... is het. Maar je moet wel als organisatie, dat is best wel goed om dat te zeggen, wel wat coulant zijn in die dingen. Het zal niet zo zijn dat ik door een of andere beveiliger dan teruggestuurd word van of je moet betalen. Nou ja, ik zeg al, als je naar... Gewoon Fred bellen en het wordt opgelost. Nou, je krijgt het druk hoor. Je krijgt heel druk. Nee, maar je weet, ja, van tevoren ga je al naar je familie toe waarschijnlijk. Omdat je weet dat Corso is. Dan leg je de bal bij de mensen neer. Ja, maar goed, dan weet je al. Kijk, als iemand onverwachts het parcours opkomt, dan komt hij voor een kassa. Er staat een heel groot bord, alle opties die je kunt kiezen. En dan heb je maar, nee, dat klinkt een beetje raar, maar dan 75 euro moeten betalen voor een dagkaart. Ja. Maar dat wil je niet, want je wilt naar die visite toe. Zal mij die Corso schelen. Dat is het. Ja. En dan heb je bij de visite vast wel overleg, een dag van tevoren ik kom. En de visite kan je dan even inlichten van, je moet het zo en zo doen.
Oké. Okay. Ja, goed. Het zal het allemaal wel loslopen. Ja, wij van de Regio TV gaan samen met Omroep Gelderland ook het Corso live uitzenden. Die uitzending die begint om 14:30. Want zo rond 14:50, dan worden die wagens echt verwacht op het talud. Klopt. Want dat is het centrale gebeuren. Ja, we zijn heel blij mee natuurlijk. Blij met jullie inbreng. Blij met Omroep Gelderland. Hè. Live radio, live televisie. Dan kunnen ze nog meer zeg maar, de mooie wagens allemaal inzoomen. Mm-hmm. Dus prima. En dan eigenlijk toch wel even benadrukken. We hebben het vaak over die zaterdag. Hè. Daar staat vaak die drukke Corso-dag. Maar zondag is eigenlijk weer de ontspannen dag. Hè. Zondag is meer een beetje feest. Voetdrukfestival, de tentoonstelling. Je kunt alles van dichtbij bekijken. We hebben cultuur, zinderpodium. Dus eigenlijk zijn twee dagen van belang. En de maandag hè, noemen we altijd een beetje de slotdag. Een beetje de uitloopdag om een beetje uit te blazen voor iedereen. Ja, nog zaken waarvan jij zegt, van ja, dat moeten we zeker even gaan vertellen. Daar moeten mensen rekening mee houden. Ja, ik moet altijd even zeggen van de mensen in Tiel. Het is altijd natuurlijk als organisatie best wel even lastig. Hè, als je zo'n evenement binnen je muren hebt. Hè. Dus ik zou zeggen, excuus voor de eventuele overlast. Mm-hmm. Aan de andere kant, je krijgt er mooi iets voor terug. Ik ben toevallig al die bouwplaatsen ga ik nu af de laatste dagen. En het is toch wel mooi wat er allemaal daar gebeurt. Altijd weer gezellig. Altijd weer gezellig een feest. Ja, en we kunnen er lang en breed over praten. Maar dat Corso, dat moet er gewoon blijven voor Tiel en die regio. Nou goed, Fred, helder verhaal. Het kan zijn dat de actualiteit dit programma gaat inhalen. Heeft alles te maken met mogelijke politiestakingen in het weekend van het Fruitcorso. Daar moet wat van gevonden worden door het gemeentebestuur. Af en toe allemaal bestuurlijk gedoe. Maar we gaan ervan uit dat het Corso doorgaat. Zeker. Mocht dat nou niet zo zijn, kom je dat dan toelichten? Absoluut. Nou, desalniettemin, veel plezier nog in de week na het Corso toe en veel succes. Dank je wel. In het koetshuis de volgende gast en dat is onze raadswatcher Robert van Galen. Robert, van harte welkom. Het Corso komt eraan, altijd weer gezellig hè? Zeker, en het weer zal goed zijn is de voorspelling, dus het wordt een heel leuk evenement. Jij hebt deze week contact gehad met de wethouder Financiën. Ja. Gepraat over de jaarrekening van 2017. Die is nu afgesloten als het ware. Ja. Wat is er opgevallen? Nou, wat er opgevallen is dat de gemeente over 2017 een groter tekort heeft dan aanvankelijk bedacht. Het tekort is opgelopen naar 2,1 miljoen euro. En dat is natuurlijk toch een fors bedrag. Gewoon tekort op wat je denkt te realiseren in een jaar. Betekent dat nou dat ze gewoon een gat in de hand hebben daar op het gemeentehuis? Nee, dat betekent niet dat ze een gat in de hand hebben. Het betekent wel dat het heel moeilijk is om goed te begroten. En als je kijkt waar dat dan zit, zit dat vooral op het sociaal domein. Het sociaal domein hebben ze een tekort van 1,8 miljoen. Een sociaal domein, legt het eens uit, wat is jeugdzorg, dat? Jeugdzorg, wet maatschappelijke opvang, de kwijtscheldingsbeleid, nou, dat soort zaken. Mm-hmm. En met name de jeugdzorg binnen dat geheel, daar loopt veel geld weg, zou je kunnen zeggen. Een tekort is opgelopen tot 2,4 miljoen euro op de jeugdzorg. Een taak die van het Rijk naar de gemeente is gekomen, gemeente moet betalen. En voor de gemeente rest, moet mag ik het plat zeggen, de mond houden? Nee, dat vind ik niet. De gemeente draait op voor de bekostiging van de jeugdzorg. Bij de herverdeling van de middelen en het verplaatsen van jeugdzorg van Rijksoverheid naar gemeente is er gelijktijdig een forse bezuiniging overheen gegaan. Dus de zorg die je moet leveren is dezelfde gebleven. Maar het geld van de overheid dat is beduidend minder geworden. Dus ja, dat betekent dat je als gemeente voor een bijzonder moeilijke opgave komt te staan. Doordat je het allemaal zelf moet gaan doen. Ik heb begrepen dat het een landelijk probleem is. Ja, hè? Heel veel gemeentes die tekort komen. Zutphen bijvoorbeeld, een tekort van 12,5 of 13 miljoen? Ja, ik weet het niet precies. Op de jeugdzorg. En Zutphen, dat is een plaats nauwelijks groter dan Tiel. Dat klopt. Dus zo slecht hebben ze het niet gedaan? Nee, dat klopt misschien wel. Maar het lastige is dat in de context van een krappe begroting wordt het wel heel lastig om iedere keer tegen dit soort tekort aan te lopen. Men heeft in de miljardenrekening, hebben we in de perspectievennota gezien, gaan ze uit van een miljoen tekort op jaarbasis op het sociale domein. Mm-hmm. Dus 2019, 2020, et cetera. Dus dubbel. Nu is dat bijna het dubbele. Dus daar zullen ze in de begroting 2019 een antwoord op moeten vinden. Waar moet dat geld dan vandaan komen? Ja, dat is wat we een tijdje terug de wethouder van Financiën ook hebben horen zeggen. Er moet bezuinigd worden, hoe dan ook. En het moet ook nog maatschappelijk verantwoord zijn. Want je snapt al wel, niemand in de samenleving zit te wachten op het inleveren van geld.
Dus ja, dat wordt heel lastig. Goed, je hebt met de wethouder de posten doorgenomen. Ja. Wat viel op verder nou, dan wat je misschien toch hebt. Iets even inzoomen op jeugdzorg. Ja. Hoe moeilijk dat is. Je ziet dat er wijkteams jeugd gekomen zijn. Dat legt misschien meer problemen bloot dan in het verleden. Dus vandaar misschien meer jongeren en jeugd die een aanspraak doen op in die zorg. Zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat het, de ingeslagen koers te goed werkt? Dat zou een conclusie kunnen zijn. Mm-hmm. De conclusie kan natuurlijk, of het zou ook kunnen zijn dat er te weinig geld vanuit de Rijksoverheid komt. Nou, dat is ook een vraag. Het zijn wel allemaal zaken waarvan de wethouder zegt, ik wil dat wel nadrukkelijk gaan onderzoeken. Want dit soort verrassingen kun je eigenlijk niet hebben in een begrotingscyclus. Nee. Zou, denk jij, Tiel, onder een soort van curatele komen bij de provincie? Dat denk ik niet. Ik heb wethouder Melis gevraagd van, gaat de provincie nou na deze jaarrekening nadrukkelijk kijken? Het zal de provincie gaan opvallen dat de jaarrekening met een fors tekort sluit. Mm-hmm. Ze zullen zeer nadrukkelijk gaan kijken naar de begroting van 2009, dat die sluitend is. En vergis je niet, de jaarrekening komt ook te laat. Men heeft al uitstel gehad om deze jaarrekening in te dienen bij de provincie. Dus dat is al een eerste signaal, zo van we moeten er goed naar kijken. En natuurlijk is het zo dat er in collegewisseling altijd wel wat vertraging kan optreden. Mm-hmm. Maar die vertraging gaat nu gepaard met toenemende financiële problemen. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Donkere wolken boven Tiel. Ja. Wat betekent dat voor de ambities die men heeft en had? Nou, dus bijvoorbeeld het zwembad, de Waalkade. Ik zal je een voorbeeld geven. Het college heeft in het collegeprogramma allerlei investeringen voor 2018, 2019... en volgende jaren opgeschreven. Voor 2019 is nagenoeg alles vooruitgeschoven. Ik geef een klein voorbeeld. De leegstand in de binnenstad vindt men een probleem. En dat is het natuurlijk ook wel, want je wil een aantrekkelijke binnenstad houden. Daar is een stadsmakelaar voor bedacht om daarmee aan de slag te gaan. Kost 70.000 euro op jaarbasis. Zelfs dat wordt vooruitgeschoven. Nu zegt het college, ja, dan moeten de ondernemers zelf maar gaan ophoesten. Zo beroerd is dat er eigenlijk aan toe. Hmm. Verder zijn er natuurlijk een aantal grote plannen, zoals de Waalkade, de fase van de trappen is afgerond. Dat was 1A. Is 1A. 1B is de kant van de haven wat opgeknapt moet worden. Ja, dat was die aanbesteding die nog niet gelukt was. Nee, daar zijn ze nu mee bezig. Moet binnen het budget van 5 miljoen blijven. Daar zit 3 miljoen van de gemeentegeld in en 2 miljoen van de provincie. Ja, gaat dat lukken is de grote vraag. En dan moet er ook nog gekeken worden naar het tweede deel van die Waalkade. Nou, vooralsnog gaat men ervan uit dat dat doorgaat. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het zwembad. Er is een budget van 7,6 miljoen voor vrijgemaakt. 470.000 euro in de begroting. Daar moet het voor gedaan worden. Ja, en dan krijg je natuurlijk de discussie over, als dat niet lukt binnen de aanbesteding, wil men daar dan meer geld tevoorschijn halen? Dat is er niet. Dan zijn we gauw klaar. Nee, dat is er niet. Dus het één lichtpuntje in het geheel. Het lichtpuntje is dat de gemeente precario belasting heft, mag heffen. Precario rechten, dat is de kabels die in de grond zitten. Precies. Grond is van de gemeente, bedrijf moet daarvoor betalen. Ja, en het is Liander vooral die daarvoor moet betalen. Dat gaat wel stoppen overigens. Dat, hè? Ja, maar voorlopig nog niet. Op dit moment kan dat dus nog. Daarvoor heeft de gemeente een claim liggen van, ik zeg even grofweg, 9 miljoen euro. Er is al over geprocedeerd. Daar is uit voortgekomen dat de gemeente die belasting mag opleggen en dat Liander in feite moet betalen. Nu die uitspraak er is, moet de gemeente, tamelijk fictief, daar ook mee rekenen. Als door Liander de rekening betaald wordt, dan is de gemeente voorlopig even flink uit de financiële problemen. Ja. Maar goed, Liander, je snapt het wel, die gaat niet zo 1, 2, 3 betalen. Die zullen nog wel even de uitspraak en het vonnis zullen blijven aanvechten. Komt een hoger beroep waarschijnlijk. Ja, maar zolang je dat geld niet hebt, kun je er ook niks mee doen. Zo simpel is het. Dus aan de ene kant boekhoudtechnisch zou er een overschot kunnen gaan ontstaan op de jaarrekening van 2017. Van zo'n 8 miljoen euro. Ervan uitgaande dat Liander betaalt. Maar ja, de werkelijkheid is dat ze dat nog niet doen en niet willen doen. Oké. Dit gaat behandeld worden. Ja. Hoe gaat het traject verder? Nou, het traject gaat verder doordat in de perspectievennota, die ligt al achter ons, besluiten genomen zijn over de opmaat naar de begroting. Maar nu wordt door de jaarrekening de begroting ingehaald door negatieve cijfers. Mm-hmm. Die zullen dus ook in de nieuwe begroting verwerkt moeten worden. En dat moet heel snel. Dus de jaarrekening moet in september
afgetikt worden. En in oktober, november is er meestal de begroting. Want je wilt toch weten waar je aan toe bent voor 2019. Tuurlijk. Ja. Nou, we blijven het kritisch volgen. Zullen we dat afspreken? Zeker. Hey, mag ik jou danken voor je bijdrage? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.